President Chandrika Prasad Santokhi keert nog niet terug naar Suriname na zijn bezoek aan Aruba en Curaçao. Het staatshoofd zal namelijk verder reizen naar Miami om vervolgens te vliegen naar Colombia voor deelname aan de 16e conferentie van partijen COP16 in Cali op 29 en 30 oktober. Tijdens de COP16 zal Suriname zich richten op de bescherming van zijn biodiversiteit en het behoud van natuurlijke hulpbronnen in het Amazonegebied. Bij zijn bezoek aan Curaçao op 23 oktober woonde de president een buitengewone vergadering van de Staten van Curaçao bij, waar hij hartelijk werd ontvangen door voorzitter Charetti Maria America Francisca. Gesproken werd over de historische banden tussen de twee landen en de mogelijkheden voor economische samenwerking, vooral in de olie- en gassector. Dit bezoek markeert een nieuwe fase in de relatie tussen Curaçao en Suriname. De president benadrukte de sterke verbondenheid tussen de volkeren met meer dan 16.000 Surinamers die op Curaçao wonen en bijdragen aan de gemeenschap. Terwijl de president zijn reis voortzet, zijn de First Lady Melissa Santokhi Shinasheri en een groot deel van de delegatie op 23 oktober teruggekeerd naar Suriname.